Een zorginfectie is een infectie die iemand oploopt als gevolg van de verleende zorg, ongeacht waar deze zorg plaatsvindt. In Nederland is er steeds meer aandacht voor het beperken van infectierisico's. Dit komt door de toename van de kwetsbaarheid van zorggebruikers en het groeiende probleem van antibiotica-resistente bacteriën. Een zorginfectie is niet altijd te vermijden, maar door gerichte infectiepreventiemaatregelen kunnen we het aantal infecties wel aanzienlijk verminderen. Ik ben Anita Huis en mijn onderzoek is erop gericht om met behulp van wetenschappelijke inzichten het verpleegkundig handelen bij het signaleren en het voorkomen van zorginfecties te ondersteunen. Het veranderen van professioneel gedrag is niet eenvoudig. Het gaat vaak om een veelvoud aan barrières die goed handelen in de weg staan. Wil je de praktijk verbeteren, dan zul je die barrières moeten aanpakken. Een teamgerichte aanpak waarbij het team zelf verbeteractiviteiten formuleert die aansluiten bij de problemen van hun specifieke zorgcontext laten de beste resultaten zien, ook op de lange termijn. Formeel en informeel leiderschap is hierbij van cruciaal belang. Actieve betrokkenheid van het management is nodig om de juiste randvoorwaarden te creëren. Daarnaast kunnen informele leiders fungeren als rolmodel. Zij geven het goede voorbeeld en motiveren hun collega's om het juiste te doen. Tot slot is het van belang dat zorgverleners elkaar durven aan te spreken op hun professioneel gedrag. Ook onderzoek ik op welke wijze zorggebruikers een bijdrage kunnen leveren aan infectiepreventie. We willen inzicht krijgen in de perspectieven van patiënten en cliënten om samen met hen een passende vertaalslag te maken naar patiëntgeoriënteerde activiteiten. Door nauwe samenwerking met zorgverleners en zorggebruikers vergaren we meer kennis over de complexiteit van de diverse zorgcontexten. Daardoor zijn we beter in staat om op maat gemaakte en duurzame interventies te ontwikkelen.